Gaat u nog een liedje zingen op de Dam? Of er staat een paard op de Dam misschien? Een paard? Er staat een paard op de Dam. Dat zou wel leuk zijn, maar nee, dat kan ik eigenlijk niet maken. Het gaat wel lekker zo op de Dam. Ja, het zou mooi zijn, maar dat gaan we niet doen. Nee. Dus hier gaat het allemaal gebeuren, de toespraak van André van Duin. Hij heeft er vast wel zin in, denk ik. Ja, denk het ook. Best wel een grote eer. Ja, ik zou het ook wel willen doen. Hoe vinden jullie het dan om hier te staan? Heel erg leuk. Ik denk dat het heel belangrijk is voor de vrede om dit te herdenken. Ja? Belangrijke plek wel? Ja, zeker. Ja? Jasmin? Best wel gaaf om hier gewoon te staan bij een monument zo. En ja, om zo ook André van Duin te interviewen. Hebben we er zin in? Ja. Ben je er klaar voor? Zenuwachtig? Beetje. Beetje? Ja. Zullen we gaan? Ja. Oké, cool. Hallo. Hoi. Hoi. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Leuk dat we u mogen interviewen. Ja. Nou, wederzijds jongens. Bedankt dat we u mogen interviewen in Hotel de Grand in Amsterdam. Ja, mooi hè? Ja. In de raadzaal, de oude raadzaal zitten we. Prachtig. Bent u een beetje zenuwachtig? Nou, ik was wel een beetje zenuwachtig. Ja, ik wist niet wie ik voor me zou krijgen. En kinderen vragen toch altijd andere vragen dan volwassen vragen. Die vragen zo serieus allemaal. Dus ik was wel een beetje voorbereid om een beetje ander soort vragen. Dus ik ben wel benieuwd wat jullie van me willen weten. Nou, ik zal vast beginnen met de eerste vraag. Jasmin. Nou, we kennen u vooral van de leuke grappen die u maakt, maar we gaan vandaag over serieuze dingen praten. Mooi. De toespraak op 4 mei. Heeft u zich daarvoor opgegeven? Nee, ik heb me er niet voor opgegeven. Ik werd gebeld door Gerdy Verbeek. Die was voorzitter van de Tweede Kamer. En die is nu dus voorzitter van het 4 en 5 mei comité. En die belde mij op dat ze wilde iemand hebben voor de toespraak op de Dam. Nou, dat vond ik een geweldige eer. Want ja, je wordt of nooit gevraagd of één keer in je leven, denk ik, voor zo'n taak om een toespraak op de Dam te houden. En vooral omdat vorig jaar heeft de koning het gedaan. Dus nou, als de koning het heeft en daarna word jij gevraagd, dat vind ik wel. Ik vond het wel heel eervol in ieder geval. En ik ben er ook wel een beetje nerveus voor. Schrijft u de toespraak zelf? Ik schrijf hem wel zelf, maar we hebben hem wel eerst opgezet met een journalist erbij. Eerst het verhaal verteld van wat mijn herinneringen aan de oorlog zijn. Maar die heb ik niet natuurlijk, want ik ben geboren in 1947, dus na de oorlog. Dus mijn informatie is ook alleen maar van het internet tegenwoordig en vroeger uit de krant natuurlijk. En wat ik gehoord heb van eventueel van mijn vader en moeder of zo. Dus, maar dan hebben we dus een verhaal gemaakt en dat mocht ik zelf helemaal gaan veranderen. In mijn eigen bewoordingen en mijn eigen dingetjes erbij wat ik nog persoonlijk aan wou toevoegen. En dat moet dan wel weer terug naar het 4 en 5 mei comité, want die willen dan natuurlijk eerst van tevoren lezen wat je gaat zeggen. Want ja, het is rechtstreeks, dus je moet wel een beetje weten wat je gaat zeggen en of het klopt wat je zegt en of je geen mensen vergeet of mensen eventueel zou beledigen. Want het is natuurlijk een heel gevoelige toespraak waar elk woord, ja, dat is een goudschaaltje. Je zegt gauw dingen verkeerd. Het mag dus absoluut niet om te lachen zijn natuurlijk. Het moet echt een serieuze boodschap zijn. En ze hebben mij gevraagd omdat ik... ze wilden iemand hebben die een beetje het brede publiek aansprak. Die een groot publiek aanspreekt. Die mensen wel kunnen accepteren. En toen kwam ik uit de bus. En nou, leuk. En waar gaat u het over hebben? Nou, eigenlijk ja, het thema is altijd vrijheid. Dus elk jaar hetzelfde heeft de koning het ook over gehad. Dus het thema is vrijheid, dat we gewoon blij moeten zijn met dat we vrij zijn. Want dat is natuurlijk heel bijzonder, dat je vrij bent. Het is niet, dat zeggen ze ook altijd, vrijheid is niet vanzelfsprekend. Want als je het journaal bekijkt, je ziet hoeveel narigheid er in het buitenland allemaal is en in verre gebieden. En dat is hier natuurlijk ook allemaal al geweest. En we hebben nu 75 jaar al geen oorlog in dit land. Dat is heel bijzonder. Ik geloof dat nooit gebeurt dat je zo lang geen oorlog hebt. Dus het is geweldig dat ik in ieder geval in deze juli ook... in deze tijd leef. Het is sowieso een mooie tijd met alle ontwikkelingen, met uitvindingen en de radio en televisie. Alles gebeurt in deze tijd en de welvaart. Dus, maar het gaat eigenlijk over de vrijheid. Dat we daar dankbaar voor moeten zijn. Dat het heel bijzonder is om vrij te zijn. En vrijheid is natuurlijk, ja, wat is vrijheid? Nou ja, dat je kan doen en laten wat je wil. Binnen de wet natuurlijk. Je moet wel dingen doen waar je anderen geen last van hebben. Maar gewoon dat je vrij bent, zoals bij jullie, als je de school uitgaat, dan ben je vrij. Dan kun je lekker doen en laten wat je wil, klaar met die school, vakantie of whatever. Dat is eigenlijk de vrijheid en dat wil je toch allemaal hebben, dat is een mooi goed. Vindt u het spannend om de toespraak te houden? Ja, ik vind het heel spannend om de toespraak te houden. A, weet ik niet wat voor weer het zal zijn, want het kan wel koud zijn, het kan wel regenen. En dan sta je er op die grote lege dam, want het is weer een lege dam, net als vorig jaar. Vorig jaar was het is iets voller dit jaar, want vorig jaar was alleen de koning... En de koningin en de minister-president en de voorzitter van de Tweede Kamer stonden er, geloof ik, met z'n vier of z'n vijf.
En verder die hele Lege Dam. En nu staan er wat meer mensen, omdat we hebben nu ook de overzeese gebiedsdelen en de strijdkrachten. Nou ja, iedereen die een krans mag leggen, die mag er ook bij staan. Dus we hebben ongeveer 100 mensen, er zijn er iets meer. En dat is wel spannend om daar te gaan staan dan die 100 mensen. Ja, op de eerste rij zit de koning en de koningin. Dat is ook bijzonder dat je die toe, die staan naar jou te luisteren. En het is live, het is dus rechtstreeks op de televisie. Dus alles wat er fout gaat, gaat fout. Dat iedereen ziet het ook. Je moet dan allemaal goed geen versprekingen hebben. En wat ik zeg, als het heel koud is, dat je niet gaat bibberen dat het zo klinkt. En dat het niet regent. Dus ja, allemaal factoren waar je geen grip op hebt. Hè. Dus het is wel spannend om te doen, ja. Wat vindt u dan echt het allerspannendste? Nou, het allerspannendste vind ik dat ik hoop dat ik me niet verspreek. Nou heb je natuurlijk de tekst een paar keer doorgenomen van tevoren. De tekst is nu al klaar. Dus we zijn bijna heen en weer geweest naar 4 en 5, gecontroleerd of het allemaal goed was. En nu moet je voor jezelf een paar keer repeteren. En dan heb je die tekst voor je. Dus ja, eigenlijk hoef je het alleen maar op te lezen. Maar ja, je kan niet alleen maar zo lezen. Je moet af en toe ook even in de camera kijken of, die koning, of de koningin aankijken en zo. Dan moet je weer terug en rustig praten. Dat je niet te snel gaat praten, want ik praat vaak heel snel. Dus je moet rustig naar en je moet een beetje serieus kijken. Want het is natuurlijk een zeer serieus verhaal. Dus ja, om dat allemaal tegelijk. En dat allemaal rechtstreeks. En dan kijken natuurlijk heel veel mensen. Want de doodherdenking wordt altijd heel hoog bekeken. En nou ja, we hopen dat het niet fout gaat. U bent geboren vlak na de oorlog in Rotterdam. Ja. Heeft dat nog een impact gehad op uw jeugd? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het eigenlijk niet, want als kind maak je dat natuurlijk helemaal niet mee. Ik was, 1945 was de oorlog afgelopen. En toen ik ben in 47 geboren, dus bijna 2 jaar daarna. En toen lag de stad, Rotterdam is helemaal gebombardeerd in de oorlog. Hè. Die is helemaal plat gegooid door ik geloof 90 bommenwerpers hebben daar in 20 minuten die hele binnenstad plat gegooid. Dus al die brokstukken en zo, die waren wel geruimd, maar er waren nog heel veel puinhopen over. En toen ik buiten ging spelen, zeg maar met mijn 5e, 6e jaar of zo, dan mag je eindelijk zelf naar buiten. En toen waren die brokstukken allemaal nog, maar die waren natuurlijk geweldig om verstoppertje te spelen of om fikje te stoken of om een cowboytje te spelen, weet ik veel. Dus als kind heb ik er eigenlijk wel veel plezier van gehad, maar ik had toen niet de wetenschap van wat de ellende was, hoe het ontstaan was, wat de narigheid er allemaal gebeurd was, hoeveel doden er waren gevallen. En dat hoorde ik pas toen ik naar school ging, de lagere school, vanaf mijn 6e, 7e jaar. Toen werd me duidelijk hoe het eigenlijk ontstaan was. En dan ga je je verder in verdiepen en dan ga je wat lezen en dan hoor je wat meer over. Toen u had dat geleerd op school, keek u dan nog steeds hetzelfde naar die brokstukken of ging je daar dan niet meer spelen? Nee, nou tegen die tijd was ik een beetje uitgespeeld ook. Maar toen begin ik er ook wel anders naar kijken. Ja, zeker natuurlijk de echte verschrikkingen die dit jaar gebeurd zijn. Hè. Nou ja, de moordpartijen en de vele doden en de ongelukken en de puinhoop die ze ervan gemaakt hebben en veel dakmensen dakloos en nou ja, armoede en ellende, honger, nou ja, noem alles maar op. Alles was er in die 5 jaar wel en niet meer. Dus dat ga je pas dan later realiseren. Niet toen ik nog aan het fikkie stoken was, toen was ik er niet mee bezig. Deed u vroeger als kind ook mee aan de dodenherdenking? Als kind kan ik me niet zo goed herinneren, maar wel toen ik later wat meer besef daarvan kreeg, ben ik altijd naar de doodherdenking. Op de televisie was het altijd natuurlijk. En nu ik dus, sinds ik volwassen ben, ga ik er altijd naartoe. Meestal niet naar de Dam. Ik ga altijd hier in Amsterdam ga ik altijd naar het Homo-monument. Dat ligt bij de Beste Kerk. Dat is ook een oorlogsmonument. En er zijn ook altijd een hoop mensen. Daar is het wat minder druk als hier. Maar net zo plechtig. En er wordt ook gesproken en ook muziek gespeeld. Tenminste, trompetten, toestanden allemaal. En dat vind ik altijd wel een mooie bijeenkomst. En ik elk jaar, ja, je bent in ieder geval sowieso, met 4 mei ben je sowieso even 2 minuten stil. Even toch een plechtig moment. Wat dacht en denkt u erbij als u bij de dodenherdenking staat? Nou, dan denk je dus aan de ontberingen die de mensen, vooral de mensen die hun leven hebben gegeven voor jouw vrijheid. Het feit dat jij daar op dat moment kan staan, hebben we eigenlijk aan hun te danken. Hè, mede aan hun te danken. Want ja, anders, niemand weet hoe het zou zijn afgelopen als de Duitsers toen wel gewonnen hadden. Dan hadden we nu allemaal Duits gesproken en er was een hele andere hiërarchie was hier geweest. En ik weet niet hoe het was in ieder geval niet zo vrij geweest als dat we nu zijn met z'n allen. Dus eigenlijk hadden ze uit een soort respect en dankbaarheid dat mensen dat voor ons gedaan hebben. Nou, hebben die mensen dat niet allemaal met gedachten gedaan van dan hebben die mensen naderhand, zijn die allemaal vrij. Want die mensen waren natuurlijk ook waarschijnlijk alleen maar bezig van hoe komen we heel uit deze hel. Maar uiteindelijk is het gelukkig voor ons goed gekomen. En hebben de geallieerden kwamen binnen, toen hebben we gewonnen. Maar ja, gewonnen. We hebben ook heel veel verloren natuurlijk. Maar in ieder geval de oorlog was over. Nou ja, het feit dat we weer de vrijheid terugkregen, daar
Waar denk je dan aan op dat moment dat het heel bijzonder is? Wat betekent vrijheid nou eigenlijk voor u? Nou, vrijheid is wat het eigenlijk voor iedereen betekent. Dat je eigenlijk kan doen en laten wat je wil. Je kan zeggen wat je wil. Niemand zegt van, nou, dat kan je hier niet. Je kan heel veel zeggen, maar zolang je niemand beledigt. Hè. Het gaat natuurlijk tot een bepaalde grens. Mensen hebben wel, ja, de vrijheid van meningsuiting. Maar er zit natuurlijk ook wel een grens aan. Op een gegeven moment, als je iemand beledigt, dan vind ik het geen vrijheid van meningsuiting meer. Dan moet je een paar stapjes terug doen. Dus je moet wel de boel heel laten. Maar je kan wel, iedereen kan zijn mening geven. Je kan hier demonstreren. Je kan hier, je kan doen en laten. Maar eigenlijk kan je doen en laten wat je wil. Als je het met respect doet en ook naar de ander. Het is horen en wederhoren. Je moet wel elkaar respecteren. Heeft vrijheid ook nog steeds zeg maar, dezelfde mening voor u als toen u nog jong was? Ja, nou ja, toen ik jong was, was ik daar niet zo mee bezig, geloof ik. Maar naarmate je wat ouder wordt, dan ga je er wat meer over denken. En waarderen dat je dus al die tijd al vrij bent. En wat ik net zeg, dat je al 75 jaar, dat er geen oorlog is. Dat je dat überhaupt helemaal niet meegemaakt hebt. En daarom is het ook zo vreemd dat je nu die coronatijd meemaakt. Want het is dus een beetje zoals het vroeger was. Dat je ineens een avondklok is er geweest. Hè. Je mag om 9 uur niet meer naar buiten. En de winkels moeten dicht. En veel er komen allerlei restricties. Nou is die natuurlijk een heel andere zaak, omdat het voor het is geen oorlog. Maar het geeft toch een beetje hetzelfde gevoel. Dat je denkt, ja, dat is een beetje wat je vrijheid beperkt. Dat je mee bent, op een gegeven moment ze zeggen, ja, maar je mag s'avonds om 9 uur die deur niet meer uit. Dan heb ik s'avonds na 9 uur niet zoveel te zoeken buiten op straat. Maar het kan toch zijn, toch? En dan mag dat niet meer. Dat is toch raar? Dat kennen we helemaal niet, dat je iets niet mag. Nou, vindt u het belangrijk dat kinderen ook meedenken aan de dodenherdenking? Zeker, zeker. Want ja, wat iedereen altijd wil zeggen, het mag nooit meer gebeuren. We moeten proberen dat het nooit meer kan gebeuren. En het gebeurt dan juist zoveel. De hele wereld staat nog bol van de oorlog. Je hoort niet anders dan echt massa's afslachtingen, echt verschrikkelijke dingen die de mensen elkaar aandoen. En waarom? Niemand weet waarom. Meestal is de oorzaak het geloof. Meestal ligt daar meestal de herrie allemaal. Of om mensen die per se hun mening willen opdringen aan een ander. En dat is vaak geen mening waar iedereen het mee eens is. En zoals het is met Hitler in de oorlog gebeurde, die alleen maar bezig was om een landje te veroveren en mensen af te slachten. Nou, daarom niet. Denkt u dat herdenken, zeker over de Tweede Wereldoorlog, dat een houdbaarheidsdatum heeft of dat over 200 jaar nog steeds zo is? Nou, de Tweede Wereldoorlog, zolang er geen Derde Wereldoorlog is geweest, denk ik dat de Tweede Wereldoorlog nog wel actueel blijft, ja. Het is natuurlijk het herdenken en het feit dat je moet beseffen dat je vrij bent en dat heel bijzonder is, dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat vind ik wel goed of dat blijft, of het zo blijft, je kan ook niet in de toekomst kijken. Misschien komt er op een gegeven moment iemand die zegt, van, nou, het is nou wel genoeg geweest, we hebben geen overlevenden meer en niemand heeft het meer meegemaakt, waar hebben we het over? De 80-jarige oorlog, daar is ook niemand meer van, daar herdenken we ook eigenlijk niks meer van. Maar ik denk toch wel dat het een moment moet blijven. Nou ja, zo'n moment moeten we in ieder geval blijven. Of het nou 4 mei moet zijn of wat dat is. Maar je moet wel elk jaar een moment hebben dat je denkt van ja, wat geweldig dat we het goed hebben met elkaar. Vrijheid is voor sommige mensen erg lastig omdat ze bijvoorbeeld niet helemaal zelf kunnen zijn. Heeft u nog een boodschap voor diegene omdat ze bijvoorbeeld gepest worden, omdat ze niet kunnen zijn wie ze willen zijn? Ja, nou ja, ik heb daar natuurlijk wel ervaring mee. Als kind, ik heb rood haar, dus als kind werd ik ook gepest op school. Hè? Rode kroot en zo. En dan moest ik me als kind ook tegen verdedigen. Ik heb dat altijd gedaan, een beetje. Dat ik dacht van, nou, ik wist als kind al, dat ik artiest wou worden. En dan het liefst komiek. En toen dacht ik, nou, een soort clown. En een clown in een circus, die heeft altijd al rood haar. Die heeft zo'n rode pruik, zet hij op. Ik denk, nou, dat heb ik al voor. Dus misschien is het wel een goed teken dat ik dat heb. Dus ik heb er altijd als kind een beetje gebruik van gemaakt. En op school, als de meester jarig was, dan gingen we altijd toneelstukjes doen en liedjes zingen en dat soort dingen. En dan was ik altijd wel de voortrekker van de klas. En dan was daardoor eigenlijk wel min of meer, niet de held van de klas, maar in ieder geval een belangrijke figuur die dat allemaal ging regelen in de klas. Dus ik heb het pesten, ja, dan moet je dan, als dat kan, want ik praat nu over iets heel simpels, maar er zijn ook kinderen die verschrikkelijk gepest worden en die niks meer aan kunnen doen. En zeker nu met de social media, dat je alleen maar berichten thuis en tegenwoordig ook doodgewenst wordt en zo. Het wordt natuurlijk steeds erger. In mijn tijd viel het nog wel mee. Ja, wat ze daaraan moeten doen, er zijn gelukkig allemaal mensen die kunnen helpen en die er verstand van hebben. Er zijn allemaal mensen die daar bepaalde methoden voor hebben om te zeggen, van, nou, we moeten het zo aanpakken. Ja, dat heeft te maken met die vrijheid van meningsuiting, wat ik net al zei. Hè? Dat moet je beperken. Je mag wel zeggen van iemand wat je ervan vindt, maar je moet hem niet beledigen. En ja,
het staat ook in de wet dat het gewoon niet mag. Ja, het mag niet. Dus we moeten dat maar proberen te onderdrukken. Maar hoe dat nou precies moet, weet ik ook. Bent u trots op wat u heeft bereikt? Ja. Ja, ja, ik ben best wel trots op wat ik heb bereikt. Ja. Ik vind het ook wel bijzonder. En ik wou als kind, zover ik me kan herinneren, geloof ik, van mijn zesde, zevende, achtste jaar zat ik naar de radio. Toen was er nog geen televisie. De radio te luisteren. Omdat je daar ook bekende grappenmakers. Toen dacht ik altijd van, nou, dan wil ik ook mensen aan het lachen maken. En dat dat dan uiteindelijk ook gelukt is. Nou, dat vind ik wel heel bijzonder. Want ja, meestal lukt dat niet. Je kan wel iets willen, maar je moet ook dat is altijd, je kan het niet allemaal zelf bepalen. Je moet de goede mensen tegenkomen. De betrouwbare mensen tegenkomen. En die maken eigenlijk jouw leven. Die gaan, uiteindelijk wat je geworden bent en hoe het met je gaat, wordt vaak zo bepaald door andere mensen. Soms heb je er zelf helemaal geen grip op. Andere mensen zorgen dat je in een bepaald milieu komt of in een bepaalde situatie. Of je komt net de goede mensen tegen op het goede moment. Dat is met zoveel dingen. Hè. Als je een liedje zingt en dan wil je dat het populair wordt. Maar dan moet net op het goede moment moet iedereen kijken. Op het goede moment moet het gehoord worden. Op een goede tijd van het jaar. Het moet met zoveel dingen te maken. Hè. Sommige dingen heb je niet. De meeste dingen heb je niet zelf in je hand. Je wil wel je uiterste best doen. Maar veel dingen kun je. Ja, ben je toch afhankelijk van anderen. Moet u zelf wel eens lachen om dingen die u heeft meegemaakt of gedaan? De grappen die ik gemaakt heb. Ja, zeker. Ik heb natuurlijk heel veel gedaan, maar ik zie vaak wel dingen die ik nou al lang weer vergeten ben. En dan komt er wel eens wat voorbij op YouTube of wat gedraaid weer op in herhaling op de televisie. En dan zit ik vaak ook wel eens te kijken en denk ik, hoe liep het ook alweer af? Ik heb geen idee hoe het afloopt. En dan zie ik mijzelf grappen vertellen die ik al lang weer vergeten ben. En dan moet ik er zelf ook wel eens om lachen, ja. En vooral, ik heb veel radio gedaan. Hadden we de Dik voor elkaar show. En daar, dat was zo hartstikke leuk om te maken. Want dat je verder met niemand, dat kon je lekker thuis maken met z'n tweeën. Je gaf dat bandje aan de radio en die zond hem nog uit ook. Dat was een soort jongensdroom. En vooral die dingen, als ik die terug hoor, dan moet ik er zelf nog wel eens hard om lachen, ja. U deed vroeger heel veel met radio en knippen en plakken met dierenfilmpjes en zo. Ja. Denkt u dat u misschien beter af was geweest in deze generatie door alle social media en onder andere TikTok? Ja, nou ja, daar maak ik ook nog wel. Ik maak niet zoveel gebruik van social media. Ik ben een andere generatie natuurlijk, maar ja. Het heeft voor- en nadelen, want ik zal maar zeggen met de animal crackers, met die dierenfilmpjes, ja, vroeger kon je dat makkelijk draaien. Tegenwoordig ja, zitten er allemaal rechten op en het is van iedereen, dus iedereen wil er geld voor hebben en zo. En dan wordt het zo duur dat je het niet meer kan maken. En vroeger ging je gewoon naar de dierentuin en film je die dieren. En die knip je, maar meestal doen ze niks in de dierentuin, die slapen en die eten. Verder gebeurt er niet veel, maar die moet je met een verzorger erbij. Die kunnen wel een beetje, als ze die verzorger zien, dan komt er wel een beetje wat beweging in. En dan leuk aan elkaar plakken. Maar tegenwoordig hebben die dierentuinen ook iets van, ja, maar dat is ook beeldrecht en het zijn onze dieren. En die mogen niet voor gek gezet worden en zo. En dus het is eigenlijk een stuk makkelijker en moeilijker geworden. Want er is natuurlijk heel veel te vinden. Hè? Op YouTube, de leukste dierenfilmpjes zit vaak te kijken. En ik denk, potverdorie, dat is zo leuk. Dat kan je een stemmetje erbij, bub, aan elkaar plakken. Maar dat heeft dan allemaal weer met rechten te maken. Dan kan het allemaal niet. En vroeger kon het eigenlijk veel makkelijker. Maar ja, dan was er ook weer veel minder aanbod. Want je kon het niet zo makkelijk vinden. Dus het heeft voor- en nadelen. Valt u het ook wel op dat kinderen meestal vrolijker zijn dan volwassenen? Ja, kinderen gaan wat. Die hebben minder zorgen over het algemeen. Hè? Volwassenen hebben al gauw zorgen. Die moeten een huis betalen. Die moeten zorgen dat er brood op de plank is en zo. En kinderen kunnen vrij onbezorgd door het leven gaan over het algemeen. Er zijn ook kinderen, vooral in het buitenland, die ook hele grote zorgen hebben. Die hebben geen vader, moeder meer of die lopen eenzaam op straat. En die hebben honger. Maar hier in Nederland denk ik dat kinderen wel over het algemeen toch ook wel. Ja, die kunnen een beetje zorgeloos door het leven gaan. Lekker sporten en met elkaar lol hebben. Hoe ouder je wordt, hoe meer zorgen je krijgt. En dan ligt er maar aan wat voor zorgen je krijgt, hoe somber je gaat worden. Maar kinderen zijn toch altijd wel jaloersmakend vrolijk, ja. Denkt u dat u door uw baan juist een beetje jong bent gebleven, omdat u eigenlijk heel veel grappen mag maken en daardoor misschien minder zorgen heeft? Ja, en ook omdat ik door mijn baan natuurlijk heel veel met jonge mensen werk ook. Ik heb heel veel jonge mensen, maak mij zowel voor en achter de camera of in de redactie of ding. Ja, ik werk gelukkig nog steeds. Ik ben nu 74 en er zijn heel weinig mensen die dan, misschien mijn genre, die dan ook nog allemaal zoveel werk hebben. Ik heb nog hartstikke druk. Dus ik zit nog steeds, het feit dat je nog steeds in de running bent en steeds gevraagd wordt, dat houdt je ook jong natuurlijk. Als je thuis zit en je hebt niks meer te doen, ja, dan wordt het al gauw een beetje een sombere boel. Maar zolang je nog gevraagd bent en nog zelfs populair bent, nou, dan is er alle reden om 's morgens weer met een min of meer vrolijk gezicht op te staan. Ja, zeker.
Veel jongeren zijn nu een beetje somber door corona. Heeft u een tip voor de jongeren? Een tip is, wat moet je nou een tip? Je moet proberen te maken, je moet ervan maken wat er van te maken valt. Maar ja, er valt niet zoveel van te maken, want het merendeel mag niet meer. Maar dat gaat wel weer goed komen. Ik denk dat of het nou helemaal weer in de oude sfeer komt, weet ik niet. Dat zal nog wel even duren. Maar in ieder geval komt er nu langzaam wat versoepeling. En als we allemaal een injectie hebben, dan zijn we ook, net als met de griepprik die je elk jaar krijgt, dan zijn we er ook gewapend tegen. En dan wordt het allemaal wel weer leuk. Dus ja, we moeten het even uitzitten gewoon. Het is gewoon een hele vervelende, nare tijd. En we moeten aanpassen. En gelukkig hebben we dan nu de social media. Dus we hebben toch nog wel een beetje contact met elkaar. Stel je voor dat dat niet zou bestaan. Dan zaten we echt thuis met niemand. Dan kon je af en toe een brief sturen. En dan kreeg je twee dagen later een brief. Of een briefkaart, heet het dus. En nu kan je toch rechtstreeks met elkaar zien. En je kan nog wel veel dingen doen. Maar ja, echt gewoon leuk met elkaar spelen. Elkaar vastpakken of weet ik veel wat. Ja, dat is er nog even niet bij. Maar het komt weer. Het gaat goed komen. Gaat u ook een grapje vertellen op 4 mei met de oorlog in gedachten? Nee, zeker niet. Nee, dat kan niet. Hè. Het is een hele serieuze toespraak. En daarom hebben we het ook. De toespraak is nu al klaar. En die is al een paar keer door de 4 en 5 mei-commissie gelezen. En of daar geen fouten in stonden. Hebben we niemand beledigen. En je kan er zeker geen grap. Nee, het is een veel te serieus onderwerp. Dus er zijn zulke verschrikkingen gebeurd in die tijd. En die waren absoluut niet goed om daar grapjes over te maken. Nee, dat moeten we niet doen. Of misschien een liedje zingen, er staat een paard op de dam. Misschien. Er staat een paard op de dam. Dat zou wel leuk zijn, maar nee, dat kan ik eigenlijk niet maken. Het gaat wel lekker zo op de dam. Ja, dat zou mooi zijn, maar dat gaan we niet doen. Nee. Zelfs ook geen liedje zingen en geen dansje. Nee. Dat is echt 5-6 minuten echt bloedjes serieus. Heeft u nog een boodschap voor kinderen en jongeren? Weet je, je hebt het leven zelf niet in de hand. Hè? Je moet maar een beetje afwachten hoe je terechtkomt. Je kunt natuurlijk alles aan doen door goed te leren en door dingen te doen en door op te vallen in die zin van als je denkt van ik kan iets goed, dan moet ik dat laten zien. En dat kan tegenwoordig ook natuurlijk. Je hebt heel veel talentenjacht als je goed kan zingen, maar ook met sport natuurlijk. Je hebt veel meer mogelijkheden dan vroeger om het allemaal te uiten. Dus ik zou proberen, ja. Nou, de enige tip die ik kan geven is maak wat van het leven. En dat zei ik net al, dat heb je niet helemaal zelf in de hand. Maar laten we zeggen, voor 50% toch wel. En die 50% die moet je dan ook wel benutten. Dus maak er wat van.